Onze overheid meet met twee maten en in deze video laat ik jullie dat inmiddels een voorbeeld zien. Veel mensen hebben symptomen die kunnen duiden op uh, klachten als gevolg van straling. Laten we zeggen uh, hoofdpijn en een flinke kuch. Die kunnen veroorzaakt worden door 4G, maar het kan natuurlijk ook zijn door de testen van 5G of door het weer, of misschien is het iets uh, psychisch. Laten we zeggen dat het is aangetoond dat het door 4G komt. En daar zijn dus echt wetenschappelijke rapporten van. Zo'n rapport gaat dan naar de overheid en wordt beoordeeld door de Gezondheidsraad. Die zegt dan: ja, maar het kan ook een van de andere oorzaken zijn, het weer of psychisch. Er zijn dus andere oorzaken mogelijk en de Gezondheidsraad bestempelt het dan als niet bewezen. En daarmee doen ze het af als zijnde. Onzin. Dan zijn er ook mensen die symptomen hebben van corona. Laten we zeggen, euh, hoofdpijn en een flinke kuch. Laten we er nu van uitgaan dat de oorzaak COVID-19 is. Ook nu zijn er andere oorzaken mogelijk, zoals de griep, 4G, 5G en ja, zelfs die psychische. Als nu de overheid daarover moet oordelen, dan wordt dat gedaan door het RIVM. En die zet daar meteen het stempel COVID-19 op. En andere mogelijke oorzaken zijn niet van belang. Erger nog: alle berichten op de sociale media waarin op wetenschappelijke wijze een verband wordt onderzocht met 4 of 5G worden gecensureerd. Dus denken we dat de hoofdpijn en de flinke kuch veroorzaakt worden door 4G, dan wordt dat als niet bewezen en als onzin bestempeld. Maar als men denkt dat het corona is, dan worden alle andere mogelijke oorzaken genegeerd en gecensureerd. En dat noem ik meten met twee maten.